ben Vito Leijhoek. Ik werk bij de Vrije Universiteit, afdeling Nederlands Tweede Taal in Amsterdam. Ik ben Caroline Kamma. Ik werk bij het Instituut voor Nederlands als Tweede Taal, het INTT, aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben Tietja Boers en ik werk op de afdeling NT2 van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ben Niki Heijnen. Ik werk aan de Universiteit van Amsterdam bij het Instituut voor Nederlands als Tweede Taal, het INTT. Ik werk daar als coördinator leermiddelen en op dit moment ben ik projectleider voor de herziening van Code, die de nieuwe naam Code Plus gaat krijgen. Daar ben ik docent, Nederlands als tweede taal. En daarnaast ben ik ook voorzitter van een onderwijscommissie die het onderwijs van verschillende niveaus coördineert. En daar ben ik docent en ik ben trainer. Daar werk ik inmiddels ruim 25 jaar. En naast het geven van lessen aan aspirantstudenten ben ik ook projectmedewerker. En dat houdt in dat ik lesmateriaal ontwikkel en ondersteuningsprojecten voor studenten die studeren aan de UvA ontwikkel. NT2 sprak mij al tijdens mijn studietijd erg aan. Ik heb toegepaste taalwetenschap gestudeerd. Eigenlijk met de richting talen leerstoornissen, maar Nederlands als tweede taal vond ik ook altijd erg leuk. Door het contact met buitenlandse mensen, de culturen waar je dan mee in aanraking komt. NT2 is voor mij sinds het begin van mijn studie eigenlijk de bron van alle keuzes geweest. Ik heb toegepaste taalwetenschap gestudeerd en Nederlands als tweede taal. En al snel ging ik dat stukje Nederlands als tweede taal op en daar bleef ik eigenlijk op zitten. Ik heb een docentenopleiding gedaan Nederlands om een onderwijsbevoegdheid te krijgen en daarna specialisatie Nederlands als tweede taal. Wat ik zo leuk vind is dat de cursisten mij nog bijna dagelijks kunnen verbazen met hun vragen over mijn eigen taal. Heel lang geleden is mijn fascinatie voor taalverwerving begonnen en dat was in Canada. Daar woonde ik een jaar en ik sprak slechter Engels dan mijn eigen kinderen. En ik was vastbesloten om daar wat aan te doen, dus ben ik de straat op gegaan, heb ik de tv aangezet en met succes. Ik ben eigenlijk in de NT2 terechtgekomen, kun je wel zeggen. Het is niet zozeer een bewuste keuze geweest. Op een gegeven moment kwam ik tijdens mijn studie in aanraking met iemand die een school oprichtte voor buitenlanders die Nederlands moesten leren. En die man zocht docenten. Het vak leraar Nederlands als tweede taal bestond in die tijd eigenlijk nog helemaal niet. Het was toen voldoende als je een onderwijsbevoegdheid had en enthousiast was. En ik ben naar die school gaan werken, eigenlijk als een avondbaantje, een studentenbaan. En daar ben ik in contact gekomen met anderen en zo zijn we met elkaar in gesprek gekomen om materiaal te gaan ontwikkelen voor die doelgroep. Er was eigenlijk nog niks op de markt in die tijd. Bij het ontwikkelen van Code, een aantal jaar geleden, ben ik als auteur gestart. In de loop van de ontwikkeling ben ik toen eindredacteur multimedia geworden. Nu doe ik de projectleiding en begeleid ik de auteurs, hou ik de planning in de gaten, ben ik contactpersoon voor Team Meulenhof. En zorg ik dat alles zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk natuurlijk ook op de markt komt. Ik ben auteur van Code Plus geworden omdat ik, net als veel andere docenten, al mijn hele carrière naast de bestaande methodes allerlei materiaal ontwikkel. Omdat ik vind dat het voor mijn doelgroep net een beetje anders moet, of misschien een beetje beter zelfs. En nu deed zich de kans voor om mee te werken aan de revisie van Code en mijn materiaal dus voor een breder publiek beschikbaar te maken. En dat vond ik wel heel leuk, een mooie kans eigenlijk. 11 jaar geleden ben ik bij de VU komen werken en toen viel ik al vrij snel met mijn neus in de boter. Ik mocht mee ontwikkelen aan Code en het logisch vervolg daarop is de herziening. Is dat ontstaan uit de traditie dat we in de eerste jaren toen we aan dat instituut werkten, was er gewoon niet zoveel lesmateriaal op de markt. En we moesten toen heel veel dingen zelf ontwikkelen met een vrij jong en een enthousiast team. En ik heb het ontwikkelen van lesmateriaal altijd ontzettend leuk gevonden. En het was voor mij echt een kans om mee te werken als auteur aan Code.